Ik heropen de vergadering van de tijdelijke commissie onderzoek ICT. We hebben vandaag een aantal hoorzittingen. Vandaag spreken we met de heer Leter. U bent werkzaam bij de overheid. Ik ga u straks iets daarover vragen. Ik zeg u even, ondervragingen worden vooral gedaan door mevrouw Fokke en de heer Ulenbelt. Maar de hele commissie is alert, dus anderen kunnen ook iets aan u vragen. Mevrouw Bruinslot, de heer Van Meenen, G4 mevrouw Lemaire. We zijn u zeer dankbaar dat u hier wilt zijn. Kunt u iets uitleggen over uw verantwoordelijkheid nu bij ICT-projecten van de overheid? Dat kan ik. Ik ben werkzaam, in goed Nederlands heb ik begrepen, als bedrijfsjuridisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ja. Dat is een functie die is gekoppeld functioneel aan de bestuurlijke leiding van het departement. In dit geval aan de plaatsvervangend secretaris-generaal die de bedrijfsvoering in haar portefeuille heeft. En daar ben ik met name belast met het geven van second opinions op allerlei vragen van aanbestedingsrechtelijke en vooral ook IT-rechtelijke aard. Het laatste is mijn eerste specialisatie. We werken in die functie met ons tweeën. Mijn plaatsvanger Bram Lemens is degene die in de eerste plaats de aanbestedingsrechtelijke kant doet. Maar we zien met elkaar beide aspecten van die trajecten. En daarnaast ben ik voorzitter van de werkgroep. In de volksmond heet het geloof ik werkgroep Arbit. Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten. Dat is een club die hangt onder de CBA. Het wordt nog ingewikkelder. Commissie Bedrijfsjuridisch Advies Rijk. Een interdepartementale commissie die kijkt naar allerlei vragen vanuit de aanbestedingspraktijk, maar ook de contractpraktijk van diverse departementen naar aanbestedingstrajecten. En probeert daarop algemeen geldende adviezen te geven. Daar gaat de collega het zeker met u over hebben. Ik pik even een paar kleine punten eruit. U schreef op 20 januari 2012 in de automatiseringsgids, als het dan over dat aanbesteden gaat, marktpartijen vertonen tijdens de aanbesteding een opmerkelijke rekkelijkheid bij de beantwoording van vragen inzake hun vaardigheden. Dat lijkt me een prachtig understatement. Ligt u dat eens toe? Mijn indruk is, en daar hebben we het nu alleen, begrijp ik, over de opdrachtnemerskant. Want er is ook best iets te zeggen over de opdrachtgeverskant. Maar als we het hebben over de opdrachtnemerskant, dan is die indruk al wat langer dat men al dan niet naar eigen overtuiging uit nood geboren vanwege het moeten participeren in aanbestedingen erg gemakkelijk bereid is om vragen die in dat kader gesteld worden positief te beantwoorden. Ik was juist daarom ook erg blij met de uitspraak van de rechtbank Zutphen, die ik onder andere op e-bestuur heb becommentarieerd. Daar komt u straks op. Ja. U heeft het ook wel eens harder gezegd. U heeft gezegd, vast. Ja. Gouden bergen beloven, antwoorden geven die voor meer dan één uitleg vatbaar zijn, overmatige aandacht voor eigen commercieel belang, schrijnend tekort aan professionele verantwoordelijkheid. Ja. In Computerbol heeft u dat een keer gezegd, hebben we van internet geplukt, 5 juli 2012. Ja. Dat is een hard statement voor iemand die bij een ambtelijke organisatie werkt, viel mij op. Waarom zo hard? Ik weet niet of dat een buitengewoon hard statement is. Het is mijn observatie gebaseerd op een aantal ervaringen, zowel binnen de overheid als ook aan de andere kant. Ik ben ook al wat langer actief in de geschilbeslechting. Dat het bedrijfsleven te vaak en heel bewust de hand overspeelt bij inschrijvingen op aanbestedingen. En dat heeft
de kennelijke bereidheid daartoe heeft ook iets te maken met het imago dat de overheid als opdrachtgever heeft. Dat is de realiteit waarvan ik denk dat we er ook naar moeten kijken. Dat gaat u ongetwijfeld doen, dat heeft u eerder ook gedaan. En die realiteit is dat de overheid binnen het bedrijfsleven, het IT-bedrijfsleven hebben we het dan over, toch echt het imago heeft van een opdrachtgever die uiteindelijk altijd betaalt, waar je eenmaal binnen nooit eenvoudig weggestuurd wordt. En zelfs als de hele boel mislukt, toch altijd nog met een tamelijk goed gevulde portefeuille het pand weer kunt verlaten. Ik heb ooit eens geschreven, niet alle mislukte IT-projecten van de overheid zijn ook mislukte IT-projecten van het bedrijfsleven. En het een heeft heel veel met het ander te maken. Het is een verdienmodel, vrees ik. Eén laatste vraag. Collega's van u op soortgelijke functies zouden wel eens wat kritischer mogen zijn? Ik zie dat de collega's met wie ik de contacten onderhoud, onder andere via de commissie bedrijfsjuridisch advies, diezelfde kritiek wel tonen. Ik sta er niet bij of ze hem ook intern zo hard uitspreken. Maar het is wel een gevoel dat vrij algemeen door mijn collega's wordt gedeeld. Oké. Meneer De Belt. Ja, wij willen graag inzicht krijgen in de rol van de overheid als opdrachtgever. U schetst net een beetje een beeld dat u opdrachtgever of adviezen geeft aan de opdrachtgever in een wereld van wilde beesten. Dat lijkt me de kortste samenvatting als ik uw woorden zo beluister. Hoe vult de overheid zijn opdrachtgeverschap in? Eerst toch even een opmerking over die kwalificatie. Ik wijs er intern altijd op dat misschien slecht rijmt met de professionele verantwoordelijkheid die een aantal van ons van het bedrijfsleven verwacht. Maar dat we ook reëel moeten zijn in de omgang met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is naar mijn stellige overtuiging niet onze hoeder, heeft ook nooit zo gewerkt. We moeten met elkaar bereid zijn te accepteren dat we met een wederpartij te maken hebben, met eigen belangen, met doorgaans ook een ander belang dan wij hebben bij het welslagen van een project. En dat is iets waarvan het besef binnen de overheid, vrees ik, niet altijd aanwezig is. Men schurkt bij gelegenheden graag tegen elkaar aan. En dat is niet altijd verstandig. Dan uw vraag over de rol van de opdrachtgever van de overheid. Ik vind dat er aanmerkelijke verbeteringen zijn geweest de afgelopen jaren. Er zijn instituties ook binnen de overheid debet aan. Denk aan de directie DGOBR binnen BZK. Als u die afkortingen gebruikt, moet u ze even toelichten. Zijn dat mensen die meekijken, nou, vraagt die zelf mij. Volgens mij is het directoraat-generaal overheidsbedrijfsvoering of opdrachten bedrijfsvoering Rijk of iets dergelijks. Overheidsdienstverlening Rijk. Organisatie bedrijfsvoering Rijk. Kijk, fluistert altijd alert hier mee. Daar is veel goed werk verricht. BZK is Binnenlandse Zaken. Ik noem twee namen. Maarten Hillenaar heeft er juist op IT-gebied veel gedaan. Siep Eilander heeft er op aanbestedings- en contractueel gebied veel gedaan. Er zijn ook veel dingen in gang gezet. Duidelijke verbeteringen als ik dat vergelijk met 10 jaar geleden. Maar wat ik dan ook gelijk zie, en ik maak die opmerking dat tussen de regels toch maar gelijk is, dat er op dit moment binnen die club een bijna complete leegloop is. Dat is doodzonde. Het is een club die goed kan bijdragen aan een verdere positieve ontwikkeling. En die hebben we ook hard nodig. Ik laat het erbij, maar ik hoop dat het uw aandacht wel krijgt. Maar nu hebben wij allerlei regels omtrent aanbesteding. Ja. Om dat allemaal in goede banen te leiden. Die proberen een gelijke positie voor opdrachtgever en opdrachtnemer te scheppen. Oh. Nu lukt dat niet altijd. Wat is nu het probleem? Wat is de kern waarom het in aanbestedingsprocedures niet goed gaat? Ik zie heel veel aanbestedingsprocedures langskomen die wel goed gaan. Maar ik zie ook, moet ik u helaas toegeven, en zeker bij de hele grote projecten, aanbestedingsprocedures langskomen waar dingen niet goed gaan. Wat is dan het probleem?
In die aanbestedingsprocedures werkt aan overheidskant een groot aantal inkopers. Daar zitten uitstekende krachten tussen. Maar er zitten ook krachten tussen die op zeker zullen spelen. De hele aanbestedingsprocedure is de afgelopen jaren zwaar gejuridiseerd. Men weet als geen ander dat als het misgaat, of als er verkeerde eisen gesteld worden, of zelfs maar discutabele eisen, dat het bedrijfsleven daar direct op zal reageren. We hebben heel veel zaken uiteindelijk in de rechtszaal moeten beslissen. Overigens met de kanttekening erbij dat vrijwel al die rechtszaken wel door de overheid gewonnen zijn. Maar het is natuurlijk buitengewoon vervelend om daarmee geconfronteerd te worden. Bovendien is de druk intern om die projecten tijdig tot stand te brengen evenzeer groot. Dus juist de mensen die... Maar we hebben het nu even over de aanbestedingsprocedure. Ja, de techniek van het procederen. Ik denk eerlijk gezegd... de procedure. Oké, ik begrijp dat. De procedure zelf. Ik heb de tijd meegemaakt voordat er aanbestedingsregelgeving was. En ik denk niet dat dat het cowboyland is waar we naartoe terug moeten. Opdrachten gingen ook vanuit de overheid volstrekt niet transparant naar een kleine club opdrachtnemers. En ik denk dat het goed is geweest dat de aanbestedingsregelgeving is gekomen. Daarom was ik daar bij de start ook voor. Wat ik vervolgens heb gezien is dat die aanbestedingsregels steeds verder worden verfijnd. Ik vind dat daar veel te veel in wordt gestopt tot aan de dag van vandaag toe. Wat we nu meemaken de laatste tijd is dat er ongelooflijk veel beleid aan toe wordt gevoegd. Daar hebben we ook bij de contracten last van. Ik denk aan regels over duurzaamheid, social return, discriminatie. Het kan zo gek niet wezen of het moet worden meegenomen in die procedures die daardoor nog verder worden gecompliceerd dan ze al zijn. Want het zijn vaak wel lastige procedures, maar het is te doen. Ik denk ook dat de tools die de aanbestedingswet biedt, dat die op zich adequaat zijn, dat er mee gewerkt kan worden. Maar ik zie ook dat we, en daarom liet ik dat woord juridiseren vallen, dat ze moeten worden geopereerd, ze worden toegepast in een hele kritische omgeving, waar niet alleen inschrijvers, maar ook andere partijen met een zeer kritische blik naar kijken. We hebben veel procedures gehad de afgelopen jaren. Soms omdat de concurrentie tot in de rechtszaal werd doorgevoerd. Maar met degene die ze moeten uitvoeren, om in de hoop daarmee uw vraag te beantwoorden, de methodieken zijn hanteerbaar, kunnen wat mij betreft worden toegepast. Maar de omgeving waarin dat gebeurt is buitengewoon lastig. Nu bent u de opsteller van de algemene rijksvoorwaarden bij IT-contracten. Ja. De afkorting liet u al eerder vallen, ARBIT. Ik heb dat gelezen, maar het zijn geloof ik bijna 80 ja. artikelen. Ja. Heeft het gebracht wat u er ooit mee bedoelde toen u mede opsteller was? Meer dan dat, zou ik bijna zeggen. Ik kan me voorstellen, u kijkt van buitenaf tegen, ik geloof dat het 81 artikelen zijn, aan. Vooropgesteld, het is één set die voor alle verschillende IT-opdrachten, inkoop, advisering, inkoop hardware, bijvoorbeeld advisering, detachering, bruikbaar zijn. Dus dit is het, meer is er niet. Daarvoor waren er zogenaamde binnenlandse zaken modelcontracten, de BZK-modellen, daterend van de begin jaren 90. Daar is heel lang bij gewerkt, wat aangeeft dat het op zich goede modellen waren. Maar daar werd per contract een afzonderlijke set regels gemaakt. Als u het vergelijkt met bijvoorbeeld de ICT Office voorwaarden, dan heeft u daar 16 modules met veel meer artikelen dan de ARBIT kent. In de computerrecht uit het hoofd 2011 heeft Dinan Oosterbaan, een bekende advocaat uit de IT-wereld, de ARBIT becommentarieerd. En die zegt ervan, het is een overzichtelijke en relatief behapbare set van heldere voorwaarden. Ik denk dat, hoezeer ik uw opmerking ook begrijp, ingegeven vanuit de behoefte, hou het zo kort mogelijk, dit echt het minimum is. Je kunt niet minder opschrijven en als je dat toch wil doen, moet je gewoon dat soort voorwaarden niet maken. Ik wil graag uw reactie op. Wij nodigen hier heel veel mensen uit. Ja. En heel veel van die mensen die beroepen zich op geheimhouding. Ja. En nu denk ik dat u daar mede verantwoordelijk voor bent. Is dat zo? Want waarom heeft u in artikel 17 van die algemene voorwaarden opgeschreven dat je een boete van 50.000 euro kunt krijgen als je
iets vertelt wat je niet mag vertellen. De bedoeling van de aanbestedingsregelgeving, ik heb wat dat betreft weinig meer gedaan dan herhalen wat er in de aanbestedingsregeling zelf staat. Daar staat een geheimhoudingsverplichting in. Ook de opdrachtgever is in beginsel verplicht de informatie die hij van bedrijven krijgt te beperken tot gebruik binnen de aanbesteding. Dat lijkt me ook heel zinvol, want er komt veel vertrouwelijke bedrijfsinformatie binnen. Dat artikel is herhaald in de IBID. En we hebben hem wederkerig gemaakt. Als we informatie lekken van een bedrijf, maar ook als een bedrijf vertrouwelijke informatie van de overheid. Hè, dat kan zijn dat men data onder ogen krijgt, systemen van de overheid naar buiten brengt. Ja, dan is dat niet wat wij willen. En ik zou zeggen, die geheimhoudingsverplichting past logischerwijs in iedere aanbesteding. Maakt daar ook onlosmakelijk onderdeel van uit. En die boete die erop staat, als u door heeft gezocht, heeft u in de hele IBID verder geen boetebepalingen kunnen vinden. Het is ook heel, heel sterk beperkt. Hè. Dit is de enige die erin staat. En ook de enige die we zelfs getoetst aan de gids proportionaliteit in stand hebben gehouden. Maar als u hem nu opnieuw zou maken met alles wat er nu gezegd wordt rond ICT-projecten, ja. Waar iedereen zegt, ja, ik mag het niet vertellen. Ja, stond hij er weer in. Stond hij er weer ja. in? Ja. Ja. En waarom zou hij er dan weer in staan? Omdat bedrijven die inschrijven op aanbestedingen erop mogen vertrouwen dat we de informatie die we daar van en over hen krijgen niet aan derden beschikbaar stellen. En ik begrijp uw vraag wel, want het is natuurlijk ook de blokkade die ik zelf voel als ik hier moet praten over IT-projecten. Ik kan niet, al niet vanwege mijn ambtelijke geheimhoudingsverplichting, maar afvoertsjooien niet vanwege mijn aanbestedingsrechtelijke geheimhoudingsverplichting hier namen van bedrijven gaan noemen. Hoe wil ik dat wellicht wel heel graag zou willen doen? Dat snap ik. En we komen straks ook nog op het kopje eigenlijk rechtszaken, schikkingen. En dan komen we denk ik ook nog even op dit onderwerp. Maar als we het over aanbestedingen hebben, hè, want er is nu een aanbestedingswet, maar er ligt nu in Europa weer een richtlijn ja. voor. Stel nou dat ik aan u zou vragen, hè, dat is altijd een mogelijkheid, als iets voor ligt, dan kun je wellicht iets veranderen. Zou u zeggen, wat er nu uit Brussel komt, daar moeten we echt deze insteek kiezen, want dan veranderen we fundamenteel iets aan ons aanbestedingsrecht? Ik vrees dat we dat met die richtlijnen en ook de uitwerking ervan in nationale wetgeving slecht zullen veranderen. Dan moet je aan de bron staan. Dan moet je zorgen dat er andere dingen in die richtlijn komen te staan. Ik heb heel globaal een indruk van die richtlijn gezien dat er wat nieuwe dingen in staan. Onder andere waar het gaat over innovatie is een afzonderlijke procedure voorgekomen. Wezenlijke wijzigingen zijn wat uitgebreid. Het gebruik van past performance is iets meer mogelijk dan het tot op dit moment is. Even. Ja. We blijven opletten dat er ja. ook nog mensen meekijken yes. thuis. Het, ja. Past performance is ja. het feit de ervaringen dat je ook die we kijkt als naar opdrachtgever wat er hebben opgedaan met een bedrijf in het verleden. Daar gaat het om. En dat is nu volgens de huidige aanbesteding niet mogelijk. Nee, de referenties worden opgegeven door de opdrachtnemer. En het is dus niet de bedoeling dat de overheid, en nou, ik begrijp ook van mijn collega dat dat stuit op gelijke behandeling. Dat begrijp ik ook als je dat als opdrachtgever wel zou gaan doen. Ik begrijp ook dat u dat vreemd vindt. Dat vind ik het zelf ook. Maar we kunnen heel weinig met ervaringen, slechte ervaringen uit het verleden, anders dan wanneer er echt sprake is van een ernstig beroepsfout. En dat is natuurlijk de buitenkant van de medaille. Dan is er heel veel aan de hand. Uw vraag, kunnen we daar iets aan veranderen? Ik vind, maar dat is niet meer dan een persoonlijke opvatting, ik vind de aanbestedingswet om een aantal redenen, zoals hier nu ligt, niet geweldig. En waarom vind ik dat niet? En dat heb ik ook in het totstandkomingstraject ook aan collega's van u meermalen kenbaar gemaakt. Omdat ik denk dat een wet die gaat over aanbestedingen, niet alleen door de overheid, maar ook door het bedrijfsleven moet kunnen worden begrepen. En als ik
voor het lezen van de aanbestedingswet 2 dagen nodig heb om vervolgens te concluderen dat ik de helft nog niet begrijp, ja, dan zijn er toch dingen niet erg goed op papier gezet. Het is weer allemaal omgegooid, de volgorde is veranderd, er is heel veel aan toegevoegd. Nou begrijp ik wel dat er altijd een hele sterke politieke dimensie op de achtergrond speelt, maar wij zitten hier denk ik vooral op te kijken hoe kunnen we het verbeteren, hoe kunnen we het makkelijker maken, en mijn insteek zou zijn, zet gewoon eens wat minder op papier. De aanbestedingswet is in vergelijking met het BAO, besluit aanbestedingen overheidsopdrachten, dat daarvoor gold. Lees ik daar ruim 3 keer zoveel artikelen in. Dat was niet mijn verwachting toen ik hoorde bij het voornemen die wet tot stand te brengen, dat daar een spoorboekje voor aanbestedingen zou komen. Ik kan me andere spoorboekjes voorstellen, eerlijk gezegd. En daar zit een deel van de pijn. We moeten zowel onze mensen als de markt ook een werkbaar instrumentarium aanreiken. En eerlijk gezegd kan ik dat van de aanbestedingswet slecht vinden. Maar als ik nou een stapje terug mag zetten, hè, ja. Want u had het net over de richtlijn. En toen hoorde ik u ook eigenlijk wel zeggen dat onze invloed, daar natuurlijk, hè, hoe het uiteindelijk straks gaat worden als Nederland, niet zo heel erg groot is. Mag ik dan misschien heel scherp de conclusie trekken dat ook al gaan we straks op basis van de richtlijn de boel weer aanpassen in Nederland, dat we uiteindelijk, als het echt gaat over grote stappen, dat we alleen maar een beetje aan het rommelen zijn in de marge, of trek ik dan een veel te snelle conclusie? Nou, ik denk dat die conclusie inderdaad te hard is. Er is ook in die nieuwe richtlijn weer het nodige aan jurisprudentie verwerkt. Uitspraken die sinds de eerste richtlijn zijn gekomen en die inmiddels in artikelen zijn verwerkt. Dat is winst, denk ik. Er zitten ook op andere punten die ik zojuist meldde wel mogelijkheden in om dingen te verbeteren. Maar waar we heel even op moeten passen is dat we er zelf weer een slag tussen gaan maken. De aanbestedingswet zal ook weer gewijzigd moeten worden. Daar is veel commentaar op geweest toen het ding afkwam. Toen is al gezegd, er komt heel binnenkort een nieuwe richtlijn. Kunnen we daar niet beter op wachten? Ik behoorde tot de groep die dat vond. Maar ik denk dat we, kijk, we kunnen natuurlijk niet met vrijheid, blijheid uit die richtlijn gaan putten. We zullen gewoon het ding moeten implementeren en in die aanbestedingswet moeten overnemen zoals die is. Gaat dat tot verbeteringen leiden? Ja, op onderdelen wel, op andere mogelijk weer niet. Er komt heel veel bij steeds en ook nationaal komt er steeds meer bij. Maar nu vinden er in de markt allerlei discussies plaats. Voor een deel kan dat al wel van de aanbestedingswet, voor een deel kan dat nog niet. Over marktconsultatie, concurrentiegerichte dialoog. Ja. Wij hebben de indruk dat dat, wat goed bedoeld is, niet van de grond komt. Wordt dat nou gehinderd door die ingewikkelde pak papier rond aanbestedingen? Nee, de thema's die u noemt, denk ik niet. De concurrentiegerichte dialoog staat al in de huidige aanbestedingsregelgeving. Ook die wordt iets eenvoudiger gemaakt. Het is nog altijd wel aanbesteden voor gevorderden. Ik zie hem heel weinig en ook op IT-gebied. Ik heb hem 1 keer binnen justitie gezien. Bij een IND-traject is die toegepast naar verluid. Maar dan moet ik afgaan op de indrukken van degene die daar kort op zaten. Naar tevredenheid van de markt, voor wat dat zegt. Geef als u wil in 2 alinea's uit wat die concurrentiedialoog moet u eigenlijk, als ik dat in 2 regels moet doen, zien als een procedure waarbij de opdrachtgever, nou ga ik een beetje een uiterste praten, eigenlijk, die weet alleen dat hij een probleem heeft, zoekt een oplossing, heeft geen flauw idee of er überhaupt een oplossing is en hoe die eruit zou kunnen zien. Een IT-oplossing, dat schuift de markt aan. Ik heb mevrouw Wildvank hiervoor horen zeggen dat ze daar liever niet bij zit. Althans, dat ze daar bezwaren tegen heeft, omdat ze dan met concurrenten aan tafel zit. Dat is wel een probleem van de concurrentiegerichte dialoog, maar die wordt ook in de systematiek wel opgevangen door geheimhoudingsverplichtingen, door ook te betalen voor de ideeën die daar geventileerd worden. Bovendien, als zij dacht te hebben begrepen dat ze daar met de concurrenten aan tafel zit, is dat niet waar. Er wordt echt individueel gesproken en uiteindelijk wordt dan een oplossing in de markt gezet die wordt aanbesteed. Maar dat bedrijven bang zijn dat het cherrypicking wordt, hè, dat overal iets uit wordt gehaald en dat een derde met de opdracht weggaat, dat is een gehoorde klacht bij de competitive dialogue. Marktconsultatie, daar hebben wij nooit zo moeilijk over gedaan op justitie. We doen dat en alleen proberen we dat wel zo te doen dat we daarmee niet de aanbestedingsprocedure voor de voeten gaan lopen. Dus we nodigen veel partijen uit.
liefst met elkaar, stellen vragen die gelijk zijn. Straks spreekt u er wel op, maar Slot aan een tussenvraag. Ja. Ja, u refereerde inderdaad aan mevrouw Wildvank, 2,5 week terug. Er was een andere spreker ook tijdens de bijeenkomst, de hoorzitting van 2,5 week terug, die aangaf dat hij nog een ander bezwaar zag aan de concurrentiegerichte dialoog. En dat was dat de overheid zijn ziel aan de markt overlaat, om het zo maar te zeggen. Wat bedoelde hij daarmee? Is dat de overheid, omdat hij geen kennis heeft, blanco met de markt in overleg gaat. Hij zegt, ja, dat is niet altijd de sterkste positie die je kan kiezen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik vind dat ook. Het begint er bij mij bij, als je niet weet wat voor opdracht je wil verstrekken, dat je dan maar eens in de spiegel moet kijken en moet beginnen je af te vragen of u überhaupt een opdracht moet willen verstrekken. Dat is wel een probleem. Het probleem is ook in de dialoog met de markt. Ik hoor daar hele verschillende reacties op. Als wij te veel specificeren, is dat de klacht? We hebben te veel gespecificeerd. Vanuit de niche-sector plotseling wordt geroepen dat BVP de oplossing is, dan moeten we juist weer niet specificeren, want dan ligt alle verantwoordelijkheid bij de markt. Die moet het allemaal zelf doen, want dan is dat de oplossing. Ik vind dat lastig. Ik zou me overigens kunnen voorstellen dat je bij die marktconsultatie, waar de heer Hulenbeeld net een vraag over stelde of een opmerking over maakte, dat je daar ook maar eens aan de markt vraagt, hoe zou u nou zelf het liefst willen zien dat wij die opdracht gaan specificeren? Moet dat heel nauwgezet gebeuren of vindt u dat dit juist een thema is dat zich leent voor bijvoorbeeld functioneel aanbesteden, waarbij we ons beperken tot het formuleren van het probleem en vragen om een oplossing? De markt is in ieder geval in haar reacties erop volstrekt niet eenduidig. Wat we doen wordt doorgaans als verwijt gebruikt als het misgaat voor het misgaan. Of we nou heel functioneel gespecificeerd hebben, over specificeren zie ik bij justitie overigens vrijwel helemaal niet meer. De meeste gaan er gewoon functioneel uit. Te weinig scope hebben aangegeven op het moment dat we heel functioneel hebben aanbesteed. Dus er is altijd wel wat. Nu hoort de commissie dat een betere manier van aanbesteden zou misschien zijn dat je niet alleen maar kijkt naar de prijs, maar ook naar de prestatie. BVP noemde u dat net al. Dat je de prestatie uit het verleden biedt meer garantie voor de toekomst dan de laagste prijs. Nu zegt u dat dat schipbreuk zal leiden, als we dat zouden toepassen, op het aanbestedingsrecht. Kijken naar prestaties uit het verleden is vanuit de opdrachtgeverskant niet mogelijk. Dat kun je niet eisen. Of je dat met een handig formuleren van selectiecriteria en daaraan gekoppelde kerncompetenties misschien nog voor elkaar zou krijgen, laat ik maar in het midden. Maar dan moeten we de casus bekijken. Nou, liever niet. Kan dat? We hebben het over BVP, Best Value Procurement. Onze hoogleraar zegt, gebruik daarna maar voor prestatieinkoop. Wie is die hoogleraar, meneer? Meneer Renkema, oud-taalkundige. Ja, dat is geen ICT'er, maar we willen in gewoon Nederlands praten over de problemen. Prestatieprijs aanbesteding, ook goed. En de vraag is dus, in de markt wordt wel gedacht, het kan eigenlijk helemaal niet onder de huidige aanbestedingswet. Ja. En ik hoor u in een bijzin zeggen, dat heb ik ook anderen wel eens horen zeggen, ja, het kan eigenlijk best als je het maar een beetje handig omschrijft. Kan het nou wel of kan het nou niet? Ik denk dat het niet kan. En ik ben ook niet zo'n voorstander van een beetje handig opereren. Al was het maar omdat de ervaring leert dat we dan vrijwel altijd met de markt in discussie raken, tot in de rechtszaal toe. Misschien kan ik volstaan met te zeggen, De ketologie die ik ook bij Best Value Procurement, en dat horen we bij Agile en alles, dat is altijd waardecreatie, prestatieinkoop, de markt haar professionele kennis in laten brengen. Ik hoor niks als ik dat lees, wat ik niet ook gewoon bij een aanbesteding wil. Waarom heb ik daar BVP of Agile voor nodig? Binnen de overheid is, nog even één ding, de BVP bestaat ook helemaal niet. Hè. Er is een Amerikaans zeer extreem model. Ik geloof dat die meneer Kashiwaki heet die dat bedacht heeft. Daarvan is binnen de juristen die zich met aanbestedingsrecht bezighouden, wel ongeveer eenduidig de indruk dat dat zich niet leent voor toepassing binnen de Europese aanbestedingsregels, omdat het veel te ver gaat. In de meest extreme Amerikaanse variant stelt de opdrachtnemer ook zelf zijn contractvoorwaarden vast. Dus die bepaalt zijn eigen contractvoorwaarden. Ik zou willen zeggen, op basis van wat ik tot nu toe in de markt heb gezien, zou ik dat niet doen. Maar gedraagt u
Heel veel mensen vergelijken zichzelf met de overheid of de vergelijking vergelijken de overheid met gezinnen. Een gezin wat aanbesteedt. Ja. Die vraagt aan de buren, wie is hier in de buurt kan het beste met dak maken? Ja. En die vraagt die referenties en dan kom je bij iemand. Ja. En dan weet je zeker, dan komt het goed. Ja. Dat is wat ze eigenlijk voorstellen. Ja, en zelfs... ik zei, dat leidt schipbreuk. Nee. Dat kan de overheid, zou dat niet kunnen doen. Nee, we weten, deze mensen kunnen dit en dit en dit goed. Nee. En die mogen we dan niet... Ik kan best heel veel vragen stellen die in een aanbestedingsprocedure die mij veel gaan vertellen over de kwaliteit van degene die zich als inschrijver aanmelden. Het enige dat ik niet kan doen is keihard vragen naar past performance. Ik denk niet, daarvoor heb ik te veel goede aanbestedingen gezien met uitstekende opdrachtnemers, want die zijn er gelukkig ook, dat dat in de weg hoeft te staan aan een geslaagde aanbesteding. Ik wil graag nog één ding over die BVP zeggen, want dat is denk ik toch van belang. Die commissie bedrijfsjuridisch advies die ik eerder heb genoemd, heeft ook daarover advies uitgebracht. Omdat we in Nederland een fors aantal varianten van die BVP op enig moment zagen verschijnen. Overigens is Nederland bij mijn weten een van de weinige landen in Europa die daadwerkelijk iets probeert te doen met BVP. En omdat we daar met elkaar van vonden dat er toch wel heel veel, voorzichtig uitgedrukt, juridische haken en ogen aan zitten, is er een nieuwsbrief van die club uitgegaan, van die CBA, waarin nadrukkelijk op die punten wordt gewezen en wordt gezegd, wil je daar toch gebruik van maken? Bedenk dan dat een onverkorte toepassing van het Amerikaanse model juridisch onhaalbaar is. Absoluut niet doen. Veel te riskant. En kijk per geval welke onderdelen je er eventueel uit kunt gebruiken. Dus er wordt incidenteel op onderdelen gebruik van gemaakt, maar een onverkorte toepassing van BVP, het Amerikaanse model, is in Nederland volstrekt onhaalbaar. Ja, u zegt het is onhaalbaar, dat geloof ik direct als u dat zegt, juridisch gezien. Maar is het ook onwenselijk? Zou het wel zo moeten zijn dat het haalbaar zou zijn? En zou dat een inzet van Nederland bijvoorbeeld ten aanzien van die richtlijn moeten zijn? Meneer Van Meeden, ik ben er volstrekt niet van overtuigd dat we met dat model, als we het wel zouden toepassen, meer winst gaan behalen dan we tot dusverre met de gebruikelijke aanbestedingsmethodieken kunnen behalen. En ik vind bovendien dat het doordrenkt is, en dat is altijd een gevaarlijk statement, maar ik maak het toch van een bijna blind vertrouwen in de leverancier. En ik ben heel benieuwd of u, als u straks met uw onderzoek klaar bent, de overtuiging bent toegedaan dat er enige aanleiding is om dat vertrouwen ook te geven. Nou, dat zullen we zien. Maar wat we in ieder geval zien is dat een aantal ICT-projecten, grote ICT-projecten, mislukt zijn. Dat is een van de redenen dat deze commissie aan het werk is gezet om te kijken hoe we dat in de toekomst nou beter kunnen doen. U komt nog uit de tijd dat er nog helemaal geen aanbestedingsregels waren. U zei net van in die tijd gingen de opdrachten uiteindelijk naar een kleine groep leveranciers. Wat is er nu werkelijk veranderd en verbeterd sinds die enorme juridisering, laat ik het maar zo zeggen, van de aanbesteding? Wat is er beter gegaan? De juridisering is een, wat mij betreft, ongewenst neveneffect geweest. Daar deel ik uw onverholen kritiek op dat punt in. Wat is er beter gegaan? De mededinging op de markt is aanzienlijk verbeterd. Bedrijven die nooit kansen kregen, hebben kansen gekregen. Ik denk ook dat je zonder aanbestedingsregels het MKB sowieso kunt vergeten. En ik vind dus dat het aanbestedingsrecht de basisprincipes daarvan een bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de mededingingen op de markt. En dat is goed. De overheid geeft belastinggeld uit. En bedrijven hebben er ook recht op dat die gelden niet alleen in één hand terechtkomen, maar of nou gechargeerd of in een aantal beperkt aantal, maar dat alle bedrijven kansen krijgen op diezelfde markt. We gaan naar mevrouw Fokker voor een ander onderwerp, maar ik heb nog één aanvullend vraagje. Wat ik niet begrijp, kan me niks schelen hoe u het noemt, maar u zei dat u de verwondering van de commissie deelde dat het raar is als een bedrijf slecht gefunctioneerd heeft in het verleden, bijvoorbeeld bij de overheid, een leverancier heb ik het over, dat je die leverancier daarop niet mag beoordelen. U noemt dat pas performance. Ja, dat en of dat ik. Nou in die BVP zit, of kan me niks schelen. Zou u het nuttig vinden als op welke manier dan ook in die nieuwe aanbestedingswet de mogelijkheid om een leverancier te toetsen op wat hij er in het verleden van gebakken heeft, zou worden meegenomen? Nou, mijn antwoord is dat ik dat
positief zou vinden en dat ik voorstel dat de wetgevers heel goed kijken, maar dat gaan ze zeker doen. Nou, ik geloof ze zitten hier in huis? Ze zitten hier in huis. Nou, ik meen dat het artikel 76 uit de richtlijn is, maar dat kan ik nog nagaan. Maar er is iets meer ruimte om, dan gaat het wel over aantoonbaar feilen en ook evident feilen in het verleden in de beschouwingen te gaan betrekken. Meer dan er op dit moment in de aanbestedingswet staat die gebaseerd is, als u weet, op de oude richtlijn. Mijn antwoord is dus ja. Dank u zeer. Van Fokker. Ja, ik wil graag terug waar we het eigenlijk in de inleiding over hadden. Hè? Dat mooie citaat, gouden bergen beloven, antwoorden geven die voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. Overmatig aandacht voor eigen commercieel belang en schrijnend tekort aan de professionele verantwoordelijkheid. Hè? Daar begonnen we eigenlijk de inleiding mee. Is dat dan eigenlijk zo dat ICT-aanbieders eigenlijk op iedere vraag van de overheid, hè, want u zei ook in de inleiding, de overheid betaalt altijd, dat eigenlijk ICT-aanbieders op elke wens van de opdrachtgever, als de opdrachtgever de overheid is, ja antwoorden? Ja, dat zou niet fair zijn. Ik kom ook inschrijvingen tegen, voor zover ik die nog zie, waarin er wel genuanceerd wordt. Het probleem, want ik heb het ook wel eens aangekaart bij wat toen nog ICT Office heette en inmiddels geloof ik Nederland ICT, waarbij ik probeerde een beroep te doen op het zelfreinigend vermogen van de brancheorganisatie. Pak dat gedrag nou eens aan. Ja, ja, maar dat gaat niet, want er zijn altijd bedrijven, en die hebben we ook niet in de hand, die dan toch ja zeggen en die gaan er met de buit vandoor. Daar kun je dus de conclusie uittrekken dat men dat gedrag wel kent. Daarom vond ik nogmaals die uitspraak Zutphen ook zo leuk. Maar dat men kennelijk ook onmachtig is. Moet u heel even toelichten, de uitspraak Zutphen. Nou, in de uitspraak Zutphen is natuurlijk de blauwdruk, hè, van wat de gemiddelde manier van werken van een aantal bedrijven is. Je krijgt een inschrijving, er wordt een aantal eisen gesteld. Vervolgens zeg je vrolijk ja. In dat geval ging het over een fatale termijn. Hanze Hogeschool Groningen had een nieuw systeem nodig voor het nieuwe jaar, waarin de inschrijvingen van de studenten zouden komen. Het moest ook op tijd klaar zijn. Ik geloof dat de fatale termijn aanvankelijk op 10 juni 2010 stond. Dat moest allemaal binnen 2-3 maanden klaar. Dan zie je in de stukken uitgebreid vonnis, 23 bladzijden, prachtig verhaal. Zie je dat er ook heel veel door partijen over en weer over gesproken wordt. En men vraagt, kan dat nou echt? Ja, als we er niet in geloven, dan bieden we het niet aan. U stelt harde eisen, goed werk overigens van de juristen, maar we gaan het halen. Want juist vanwege dat goede werk gaan we natuurlijk geen risico's nemen. En dan blijkt al heel snel dat die termijnen helemaal niet haalbaar zijn. Nou, ik sla een heel stuk over. Dan sta je daar als advocaat op enig moment in de procedure met de Hanze Hogeschool. Want die heeft dan toch uiteindelijk 2 jaar later, tussenzin, ook heel slecht natuurlijk. Hè? Als je zulke fatale termijnen stelt, zeg ik altijd, dan moet je er ook zelf in blijven geloven. En dan is het niet heel erg sterk als je dat maar iedere keer laat uitwaaieren. Maar dat gaat over opdrachtgeverschap. Maar dan staat de advocaat van Koerdies, hè, niks mag ik hier rustig zeggen, het is een openbare uitspraak, namen zijn er allemaal ingezet, niet geanonimiseerd. Die staat er in die rechtszaal en dan is de reactie, ja, natuurlijk wisten we al direct dat die termijn helemaal niet haalbaar was. Maar dat had Hanze Hogeschool natuurlijk zelf ook kunnen weten. Dat is de essentie van het verhaal. Ik denk dat die advocaat, die zal flink wit weggetrokken zijn. Want dat is niet wat je cliënt bij voorkeur hoort zeggen. Maar daar kwam wel naar boven wat we bij zo verschrikkelijk veel aanbestedingen zien. Hè, dat men te gemakkelijk verwachtingen wekt die helemaal niet te realiseren zijn. Ik heb Stefan Korvers horen zeggen van die uitspraak dat hij dat niet herkent als een algemeen gedrag van de branche. Ja, ik stel daar tegenover dat de goede te nagelaten, want die zijn er gelukkig ook, dat ik dat wel degelijk herken als een algemene lijn. En hij zegt dan, het is ook geen boze opzet, maar meer zelfoverschatting. Ja, wat maakt het uit? Ik heb toch van beide verschrikkelijk veel last. Ik wil gewoon dat die professionele opdrachtnemer zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar zelfoverschatting, kijk, u bij de inleiding hanteerde u ook het citaat, de overheid betaalt altijd. En dat vind ik
op zich iets anders. Ja. Dat zegt namelijk wel iets over de rol van de overheid. Ja, en ja, hoe kijkt u daar dan naar? Ja, nou ja, dat probeer ik ook. En dat heb ik in het verleden ook altijd gedaan. Het is een medaille met twee kanten. Het is, wat mij betreft, is dat een template, een standaard voorbeeld van hoe een groot deel van het IT-bedrijfsleven opereert. Een blauwdruk. Aan de andere kant zie ik ook wel in dat men dat kan doen omdat de opdrachtgever op punten onvoldoende strak regie voert. Een van die punten is contractmanagement. Het is prachtig dat je het benoemt. Dus contractmanagement is overigens overal nog in wording, ook in het bedrijfsleven. Mijn ervaring is dat als je daaraan doet en ook gewoon de huisjuristen bijeenschakelt, dat winst oplevert. Ik heb ook directeuren van IT-bedrijven in de loop van de jaren tegen mij horen zeggen, het is ook voor ons belangrijk dat we scherp gehouden worden, dat we weten dat we daadwerkelijk worden aangesproken en die nodig worden afgerekend op de afspraken die we maken. En dat gevoel hebben we heel veel niet. En ik vrees dat die observatie juist is. Dus het is enerzijds, vind ik, dat je van het bedrijfsleven een vergaande mate van verantwoordelijkheid mag nemen, mag verwachten. Aan de andere kant moet je er als overheid ook de setting voor creëren waarbinnen partijen ook weten, we kunnen hier ons niet alles permitteren. En dat beeld is helaas in de volle breedte anders. En hoe creëer je dan die setting? Want wij zitten hier natuurlijk bij elkaar. Ja. We kunnen problemen analyseren, dat is één ding. Ja. Maar we willen ook oplossingen. Ja. Dus wat voor setting moet de overheid dan creëren, zodat we hier bij wijze van spreken over 5 jaar niet weer zitten en hetzelfde citaat weer door deze vergaderzaal kunnen laten gaan? Er is een interessant onderzoek van Marktcap geweest. Ik meen in 2010. En dat vond ik met name interessant. Ze hebben toen een paar honderd hele grote IT-projecten in Nederland onderzocht. En ook met name gekeken naar de meerwerkkant van die projecten. En daaruit bleek dat heel veel projecten, een groot deel van de projecten kende meerwerk. Maar wat zo opvalt in die uitkomst is dat de Rijksoverheid in dat onderzoek, en ik meen dat ze zelfs 500 projecten hebben onderzocht, dat die waar de bandbreedte van dat meerwerk varieerde van begin 30% tot 67%. En dan zit de Rijksoverheid op die 67%. En dat is, wat mij betreft, bevestigde dat wel mijn gevoel dat we te weinig actief sturen op het afrekenen op de gemaakte afspraken. Wie zijn we? Ja, we is geen pluralis majestatis. Het is de overheid. Het zijn uiteindelijk de bestuurders binnen de overheid waar ik toch vaak van vind. En die zullen hun eigen argumenten hebben. En ik ken die argumenten niet. Ik kan ze ook niet zien. Ik kan naar een contract kijken en ik kan zien hoe een partij uit het bedrijfsleven opereert. En als jurist zeggen, het is tijd om aan te pakken. Bewaak dat juridisch momentum. Ga handelen. Spreek ze aan. Stel in gebreken en reken eventueel af. En dat gebeurt heel erg weinig. Maar u zei wat eerder in het gesprek, zei u dat u verschrikkelijk veel, dan citeer ik u letterlijk, veel aanbestedingen op dit gebied mis zien gaan. Ik hou niet zo van adjectieven, maar als u dat zegt, zal dat wel zo zijn. Maar daarom vraag ik u. En waar heeft u welk? Nou, we hadden de discussie over wat er gebeurde daar met de Hanse Hogeschool in de zaak met Cordis. Ja. Daar heeft u over geschreven. Ja. Sommige mensen denken dat is uniek. In antwoord daarop zei u, het gaat verschrikkelijk vaak mis op deze manier. Ja. Nu vinden wij maar heel weinig procedures. Ja. Als u dat verschrikkelijk veel zou moeten uitdrukken in een schaal van 1 tot 100, op hoeveel procent zitten we dan wat verschrikkelijk veel is bij u? Ik kan niet zeggen dat ik honderden projecten in de afgelopen jaren heb mis zien gaan. Ik heb wel een aantal grote projecten zien misgegaan. En dan is al direct natuurlijk de vraag, wat is de definitiebepaling van misgaan? Daar heeft u allemaal al met Hans Mulder en Chris Hoef over gesproken. Maar laten we zeggen, in ieder geval, ik vind misgaan als je niet krijgt wat je wil hebben. Ook als je met een heel klein beetje doorgaat, is naar mijn overtuiging is het niet goed gegaan. Dat zou ik ook misgaan willen noemen. Dat is op het totaal van alle projecten is dat zeker minder dan 50%. Maar van de grote projecten gaan er verhoudingsgewijs
te veel mis. Ik denk dat het daar ook meer dan 50% is als je misgaan duidt als we krijgen gewoon tenminste niet opgeleverd wat we dachten ooit, hè, toen we contracteerden, te zullen krijgen. En dan is wat mij betreft als jurist natuurlijk altijd de vervolgvraag, ja, hoe acteer je dan op het moment dat je erachter gaat komen, want dat zie je gebeuren op enig moment. Ik kan heel eenvoudig, daar hoef ik geen technuitvoerder zijn, zien dat fatale termijnen overschreden worden. Ik kan zien dat het plotseling uitloopt. Dat kan ik overigens niet zien op het ICT-dashboard, want dat vertelt mij daar helemaal niks over. Maar vanuit de informatie uit de achterkant weet ik dan dat er aanzienlijke budgetoverschrijdingen zijn. Maar heeft nou de uitspraak, want dat verwachtte u, ja, dat die uitspraak van de rechtbank Zutphen, ja, een reinigend vermogen of, ja, is het? Ja. De uitspraak is van een jaar geleden, ja, de zaak is van 3 jaar geleden ongeveer. Ja, is er sinds 2009 is die geloof ik, toen heeft het gespeeld. Ja. Is er sinds die uitspraak van de rechtbank Zutphen over deze zaak, ziet u verandering? Nee, ik zie geen verandering. Ik zie ook niet dat die anders dan voor mij en een paar collega's de nodige aandacht heeft gekregen. En dat veel mensen het wel een interessante uitspraak vinden. Zie ik dat niet direct vertaald in optreden. Wat zou de boodschap moeten zijn? Treed op het moment dat je ziet dat dingen misgaan. Laat je luister op dat moment ook naar de adviezen van juristen. Je schakelt ze niet alleen in, maar neem die adviezen ook serieus. En ja, daar zit als gezegd een wereld achter die ik niet ken. Ik hoor dan opmerkingen als we doen het toch maar niet, want dan komt de continuïteit in gevaar. Of ik kan me ook voorstellen dat het argumenten zijn, als we nu gaan afbreken, krijg ik intern geduvel met de politieke leiding. Ik moet gaan uitleggen dat het project is afgebroken. Mijn overtuiging is dat publiciteit waarbij de overheid in een concreet geval zou afbreken, wel eens veel positiever zou kunnen uitwerken, dan dat maar aanmodderen, wat ik ook wel zie. Maar het gaat, meneer Ulebelt, ik zie geen tientallen grote projecten jaarlijks mislukken. Het gaat altijd over een paar projecten waarmee wel verhoudingsgewijs heel veel geld gemoeid is. Hetzelfde punt van mening? Ja, er zijn ook mensen die zeggen dat er een belang is ook aan de zijde van de overheid of mensen bij de overheid om dat juist niet te doen. Ja. Om er niet bovenop te zitten, om het... Ja. U begrijpt wat ik bedoel. Ik las dat vanochtend, meneer Van Meenen. Ja, daar maar doet u kennelijk op. Eerlijk gezegd deed ik die opvatting volstrekt niet. Ik zie geen belangen. Ik zie wel onhandig optreden. Ik heb ook volstrekt nooit de indruk gekregen dat er iets achter zat wat neigt naar een gebrek aan integriteit. Het is wel, naar mijn stellige overtuiging, een gebrek aan professionalisme. Het is ook, naar mijn stellige overtuiging, een angst om juridisch op te treden. En daarom ziet u ook zo weinig procedures waar de overheid bij betrokken is. Er zijn wel degelijk IT-procedures. Ieder jaar komt er een tiental voorbij. Maar het is vrijwel altijd het bedrijfsleven dat daarin procedeert. Maar u geeft toch heel duidelijk de indruk dat u eigenlijk niet weet waarom het niet gebeurt. Ja, sluit u dan uit dat er belangen zijn? Kunt u dat vaststellen, dat die er niet zijn? Ja, ik ben wat dat betreft, ik ken de mensen om mij heen wel ongeveer. En het is altijd heel gevaarlijk om dat te zeggen, want dan moet ik aan persoonlijke inschattingen gaan doen. Maar ik, zonder dat daar aanwijzingen voor zijn, weiger ik dat te geloven. En in de discussies die ik er intern over heb, is dat ook niet, zelfs niet op de achtergrond, ooit mijn gevoel geweest. Ik vind wel dat er soms onhandig wordt opgetreden en dat leveranciers heel gemakkelijk wegkomen. En niet alleen wegkomen, maar verrijkt wegkomen in situaties waarvan ik denk dat had aangepakt moeten worden. Natuurlijk moet je dat aanpakken. Ik kan nooit een garantie geven. Ik zit in de rechterlijke macht, dat weet u ook. Maar ook ik kan niet zeggen, als je in deze zaak gaat procederen, dan ga je die winnen. En gewonnen procedures is leuk, verloren procedures wil de bestuurlijk politieke leiding natuurlijk al helemaal niet. Ik weet hoe daar gewerkt wordt. Ik weet ook dat betekent, je moet naar feiten kijken, die moet je waarderen. Daar kan de een andere kijk en waardering op hebben dan de ander. Dus je weet nooit helemaal zeker wat uitkomt. Ik kan hooguit zeggen dat ik denk dat de kans van slagen ruim 50% is. Ik maak niet mee, zelfs niet in gevallen waarin ik zeg, misschien zelfs wel meer dan ruim 50%, dat men ook daadwerkelijk zegt, oké, dan starten we nu met het ontbinden van de overeenkomst. Dat gaan we ook hard doen. We gaan geen rekeningen meer betalen. We gaan al helemaal geen oprotpremies of dergelijke betalen. En nog erger, we halen ze helemaal niet 2 jaar later nog een keer terug, wat ik ook zie gebeuren.
Er is een hele grote mate van terughoudendheid om daarin te acteren. Ook in situaties, maar dat zeg ik als jurist, kijk het als jurist met een redelijk grote ervaring op dat gebied, waarvan ik vind dat er geacteerd zou moeten worden op juridisch terrein, maar het gebeurt niet en de belangen en de argumenten om dat te doen, die zijn vaak niet duidelijk. En wie is de men die dan niet acteert? Dat is dan de formele opdrachtgever in het departement uiteindelijk. Kijk, ik krijg het niet voor mekaar om een grote juridische procedure of een procedure tegen een opdrachtnemer bij een groot traject te gaan starten zonder dat ik daar de toestemming van de departementsleiding voor krijg. Maar dat zou u af en toe wel willen? Er zijn situaties geweest waarin ik dat graag zou hebben gedaan. Ja. En nogmaals, we blijven in de casuïstiek. Hè? We gaan niet specifiek aanwijzen. Dat hebben we nou helemaal afgesproken, want we zijn op zoek naar de grondtonen. Ja. Maar in veel gevallen komt een eventueel advies niet eens bij de politieke leiding, toch? Om te zeggen, van er is ongeveer 60% kans. Dat is linkersoep, beste minister, maar niet te min. Als je je kop wil uitsteken, zo'n advies bereikt hem toch niet eens. Ik vrees dat u daar heel gelijk in heeft. En dat is ook exact het gevoel van mij en mijn collega, dat de adviezen daar vaak uiteindelijk niet terechtkomen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik heel jammer. Ik vind dat de minister in ieder geval zou moeten kunnen kennis nemen van datgene wat ik ervan vind. Ik zie ook vaak uit. Maar maakt dan in dat geval niet de ambtelijke leiding de facto de politieke afweging? Ja, dat is heel vervelend voor mij om dat te moeten zeggen. Maar dat is natuurlijk de enige juiste feitelijke constatering van wat er nou gebeurt. Het komt. Ik aannemen dat het waar is en ik vermoed dat het zo is dat het uiteindelijk niet op het bureau van de minister belandt. Wordt het ergens in de zeef gefilterd? Nogmaals, maar daar kunnen. Het rare is dat wij allemaal weten, en u ook, dat als het dan echt later misgaat, dat die minister veel harder wordt gegild dan wanneer hij eerder het wel had geweten en zijn nek had uitgestoken. Dat is ook doorgaans de boodschap die in de stukken die ik daarover schrijf staat. Maar ik kan niet. Kijk, de ultieme situatie zou zijn dat ik voorbij een aantal mensen de Kamer van de minister inloop. Ik sta u niks te verwijten. Ik sta te kijken naar hoe dat in een invoelbaar geval zou gaan. Ik denk dat met u. En u bent met mij eens, vragenderwijs, dat zo'n minister dat dan gewoon niet te zien krijgt. Dat ben ik niet met u eens, als u zo stellig zegt. Wat ik zeg is dat ik vermoed met u dat het nooit op het bureau van de minister is geweest. Nou, ik heb het niet kunnen zien. Is dat dan allemaal te wijten aan onhandigheid dan wel de onwil om om juridische procedures te volgen of door te zetten? Kunt u nu uitsluiten dat daar ook belangen spelen aan de zijde van de overheid? Sluit u dat uit? Ik wil dat uitsluiten. Ja, indicatie voor. We willen allemaal dat het maar ik zou het is niet, toch wel bijzonder. Ik heb dat nooit gezien. Allemaal door. Maar heel veel van die adviezen bereiken de minister niet. Het gebeurt gewoon niet in op cruciale momenten dat het zou moeten gebeuren in uw ogen. Maar we moeten oppassen dat we dit niet over gaan kwantificeren. Het gebeurt. En ik heb het een paar keer in grote trajecten zien gebeuren. Dat ik dacht, ook recent nog. Dan zie ik de minister of in het concrete geval de staatssecretaris in een bepaald project opereren. En dan denk ik, het kan niet wezen dat hij mijn advies heeft gekend. En dat vind ik heel jammer. Waarom kent hij dat dan niet? Omdat degene die hem daarover zouden moeten informeren, dat hoeft overigens niet per se de bestuurlijke leiding van het ministerie te zijn geweest. Dat kan ook via andere lijnen lopen. Welke bijvoorbeeld? Ja, er zitten natuurlijk ook organisatieonderdelen werken onder de vlag van ons departement als bestuursdepartement, waar de grip van de bestuurlijke leiding van het departement uit oogpunt van integraal management en zo buitengewoon klein is. Dat wordt ook wel eens als argument gebruikt. Het is out of my scope. Ik kan daar niks mee. Mevrouw Bruinslot, die heeft op een departement gewerkt, dus die vraagt hier nog even over door. Ook als jurist inderdaad. Ja. Het niet doorleiden van adviezen in bepaalde gevallen. U gaf net aan in een korte tussenzin, dat gebeurt wel eens in cruciale projecten. Als u kijkt naar het karakter van de projecten waarin u vermoedt dat adviezen niet doorgeleid zijn, hoe karakteriseert u dan die projecten? Als projecten waarmee
ook de minister naar buiten toe verwachtingen heeft gewekt. Naar buiten toe is natuurlijk in de eerste plaats ook naar de politiek. Waarvan degene die in eigen huis dan vervolgens met de uitvoering van het project als formeel opdrachtgever of gedelegeerd opdrachtgever is belast, het gevoel kan hebben dat het buitengewoon schadelijk is om gaande de rit te melden dat het wegens gebrek aan beter is afgelast. Daar zit iets achter. Het is de tanker die moet stoppen. En dat zijn ook vaak de trajecten waar ik heel veel externe zie opereren. Ook aan de kant van de overheid als opdrachtgever. Situaties waarin de facto de markt met de markt ziet te praten. En dat vind ik heel slecht als je als opdrachtgever wilt opereren. De vraag is of je dat dan überhaupt moet willen doen. Als de interne adviezen niet welkom zijn, wordt uitgeweken naar grote externe advocatenkantoren. Met het hardnekkige misverstand dat die er op dezelfde manier naar kijken als de bedrijfsjurist. Dat is natuurlijk niet waar. En dat natuurlijk wil ik wel toelichten. Een advocaat is een dienstverlener, meneer Elias, die krijgt een vraag. En die zal proberen het antwoord te geven wat de vraagsteller wil, wat wordt hij voor betaald. En dan komen de bekende voorbehouden tegen, aannemende dat. Ik ga ervan uit dat die informatie klopt en dan komt er een prachtig advies. Wij als bedrijfsjuristen kijken veel meer vanuit de juridische optiek. Is het haalbaar? Kan het? Mag het? Of kan het niet? Wat ik bij die projecten vaak zie, zeker als er geen eigen mensen voor beschikbaar zijn, is dat men uitweekt naar de buitenkant, dat die advocaten worden bedaald en dat die projecten dan plotseling een heel eigen leven gaan leiden waar ik geen enkele grip meer op heb. Dat is ongetwijfeld ook precies de bedoeling. En waarbij men gesterkt met de adviezen van externe doorgaat. Totdat er ofwel iets is waarvan men kan volhouden dat het was wat ooit gevraagd was. Ja, in het slechte geval men toch moet stoppen omdat het echt niks wordt. Ook dat heb ik gezien. Het is dus... Uw vermoeden is dus dat de juridische adviezen worden minder opgevolgd op het moment dat de maatschappelijke en politieke belangen van een project groter zijn. Ik schat het in dat het juist is, die observatie. Met als verfijning dat de interne juridische adviezen degene zijn waar mijn collega Bruinslot het over had. Dat er dan bij dure advocatenkantoren met imposante logo's een nader advies wordt gevraagd. Ja. Dat meer gewenst uitvalt. En pas 2-3 jaar later de types als Leter van intern alsnog een keer gelijk krijgen. Maar dan zijn we wel een paar honderd miljoen verder. Dat komt voor. Ja. Mevrouw Fokker. Ja, ik wil eigenlijk inderdaad nog wel met u verder over de praktijk van de ICT-geschillen. Hè, want daar hebben we het over gehad. U zei ook van we dachten niet te krijgen wat we moesten krijgen. Dus de procedures zullen meestal over de inhoud van de overeenkomst gaan. Maar... als ik u ook net zo hoorde, heb ik toch een beetje het gevoel dat de stap naar de rechtbank niet zo heel snel wordt gezet. Nee. Is dan mijn conclusie juist dat eigenlijk de stap naar de rechtbank niet wordt gezet en dat altijd wordt geschikt? Dus dat voordat naar rechter, hè, daar komt men helemaal niet, want men besluit dat schikken beter is. Dat hangt er vanaf wat u onder schikken verstaat. Ik zie het, laat ik proberen, want het is een beetje flauw om hier een hele juridische discussie te gaan voeren. Maar wat ik zie is... dat vooral langdradig, want mevrouw is jurist. Ja, dat mag. Maar dat moeten we vooral niet hier doen, denk ik. Wat ik zie is dat daar een scala van verschillende aflopen is. Hè. Het komt voor, heb ik gezien, dat partijen, dat er plotseling geen project meer was. Iedereen was weg en er was niks. En dat is dan de andere kant van de medaille, dat er daadwerkelijk via een keurige overeenkomst, een vastnemingsovereenkomst, over en weer wat afspraken werden gemaakt, betalingen werden gedaan. Dus daar zitten heel veel varianten in. Schikken in die zin dat beide partijen ook daadwerkelijk rechte prijs geven, dat heb ik niet veel gezien. Mijn indruk is dat in alle situaties waarin op die manier een project beëindigd werd, dus ook in die verschillende varianten, de opdrachtnemer er niet heel veel slechter van werd. En dat was ook de reden om ooit op te schrijven dat niet alle mislukte IT-projecten van de overheid ook mislukte projecten van het bedrijfsleven zijn. Nu krijgen wij de indruk dat er niet voor de rechter wel schikken. Ja. Wat geschikt wordt is geheim. Ja. Als dat op een of andere manier een beetje ontsloten zou worden,
dat wij kennis kunnen nemen van de grote lijnen, de inhoud van de schikkingen. Wat zouden we dan leren? U zit daar middenin in die wereld. Wij niet. Voor ons is het geheim. Meneer Ulebelt, de schikkingen die ik heb gezien, zou ik als jurist, de afspraken, zou ik als jurist nooit hebben gemaakt. Om de simpele reden dat ik vind dat een opdrachtnemer die niet voldoet aan de verwachtingen die hij heeft gewekt, die niet professioneel heeft geopereerd, vanuitgaande dat al die dingen vaststaan, dat er keurig in gebreken is gesteld en ontbonden, ja, dan houdt het op en dan is in het Nederlands recht de logische afloop dat een partij erop wordt aangesproken, dat wordt beoordeeld wat de schade is en dat de opdrachtnemer die schade betaalt. Nou, het probleem bij IT-contracten, dat hoor ik ook, dat weet ik zelf ook wel, is altijd dat er vrijwel nooit eenduidig één partij is aan te wijzen die alles heeft fout gedaan en de ander niets. Daarom wordt er waarschijnlijk ook zo weinig over geprocedeerd, maar het gebeurt wel. Uw vraag over wat zouden we van die schikkingen leren. Ja, ik denk niks meer dan wat ik u nu zeg. Dat het vanuit een juridische optiek, naar mijn overtuiging, soms schikkingen zijn waar ik mijn handtekening niet onder zou zitten. En waarbij, vind ik ook, veel te veel wordt weggegeven. Maar ik ken, als eerder gezegd, niet de argumenten die het management nopen die dingen toch af te sluiten. Ja, nou moet ik voorzichtig natuurlijk de kant van meneer Van Meenen weer uitkijken. Ik heb daar de stellige overtuiging bij dat het vooral bestuurlijk, soms politieke argumenten zijn die maken dat het gaat zoals het gaat. En meer valt er niet van te vertellen. Als ik ze als jurist moet beoordelen, maar dat doe ik niet, want ze zijn geheim, naar buiten, dan zou ik daarvan zeggen, ja, dat hadden we beter niet kunnen doen. U heeft de Kamer een controlerende rol. Zou het de controlerende rol van de Kamer helpen als zij desnoods onder geheimhouding die schikkingen langs zouden zien komen? Wat denkt u? Ik heb net ook gezegd, niet alles is zo keihard in een schikking te vatten. Maar er zijn, vind ik wel, voorbeelden van schikkingen waarvan ik zeg, ja, dat zou interessant zijn. Het zou interessant zijn omdat het de Kamer wellicht bevestigt dat mijn kijk, nogmaals als jurist, naar die schikkingen, dat ik daar geen gevoel aan overhoud, dat had ik ook zo gedaan. Maar dan blijft het toch een beetje merkwaardig, want je wil natuurlijk dat dingen openbaar, transparant zijn. U heeft ook zelf gerefereerd aan het feit, hè, de uitspraak van, ik geloof, de rechtbank Zutphen. Heel mooi, duidelijk, transparant verhaal voor iedereen kennis van te nemen hoe het gegaan is. Is het dan toch niet merkwaardig dat door de wijze van schikken eigenlijk wel alles aan de openbaarheid wordt ontrokken? En u zegt er net ook over, ja, er wordt ook wel eens geschikt dat ik denk van, ja, nou, ik weet niet of ik dat zo zou hebben gedaan. Dus is het schikken misschien toch niet een methode om er onderuit te komen dat het misschien gewoon in de openbaarheid komt, zoals inderdaad, sinds uitspraken op rechtspraak.nl worden gepubliceerd, kan iedereen in Nederland kennis van nemen wat er precies gebeurd is. En bij schik is dat gewoon niet het geval. Ik kan alleen maar zeggen dat ik vermoed dat men niet graag procedeert, omdat het daarmee ook direct publiciteit kan krijgen. En dan is het hooguit plezierig als opdrachtgever als je uiteindelijk ook je gelijk haalt. En dat weet je niet van tevoren. Dus ik kan me die aarzeling om die procedures in te stappen nog wel een beetje voorstellen. En dan is schikken natuurlijk de voor de hand liggende mogelijkheid om er toch van je wederpartij af te komen. Want ook van de markt wordt vaak in situaties die krankzinnig zijn in mijn beleving, dat de claim binnenkomt, maar wordt ook geclaimd. Dus op het moment dat de overheid als opdrachtgever zegt, nou, het is einde rit, aansprakelijk vergoeden, komen direct de verhalen binnen van dat heb je allemaal aan jezelf te wijten, de omgeving werkt niet, je hebt onvoldoende informatie verstrekt. Dus dan wordt het een spel van direct tegenclaims. Daar kan ik van zeggen, die zijn volkomen onhaalbaar. Maar goed, daar moet je toch de discussie met elkaar over aangaan in beginsel openbare procedures. En ja, dan gaat het ook nog vaak over opdrachtnemers die op diverse andere plaatsen, soms binnen hetzelfde departement, maar in ieder geval binnen het Rijk,
ook werk verrichten. En er kunnen belangen zijn om dat niet te frustreren. En daar zoek je de oplossing in de schaduw. Alleen die schaduw kan er wel voor zorgen dat, terwijl, hè, u zei het net ook van, nou, ik zie af en toe wel, wellicht wel dingen waarvan je dan zou denken, hier is zoiets misgegaan, waarom procedeer je daar niet over? Dan kun je uiteindelijk wel de conclusie trekken dat door te schikken er af en toe gewoon wel overheidsgeld over de balk wordt gegaan. Want had men wellicht wel voor de juridische weg van de rechtbank gekozen, dan was het misschien een hele andere uitkomst geweest en had de overheid niet hoeven schikken. Dat zou in de gevallen die ik heb gezien zo kunnen zijn, ja. Zijn die situaties er überhaupt? Hè? Want we hebben het nou de hele tijd over Zutphen en de Han en de hogeschool. Welke situatie doelt u op? Zijn er überhaupt situaties waarin de overheid een rechtszaak gevoerd heeft tegen een leverancier, waar een uitspraak is die wij met z'n allen kunnen lezen? Of moeten we ons nu met z'n allen vastklampen aan die situatie waarin een hogeschool een uitspraak in Zutphen heeft weten los te krijgen? Ik ken ze niet recent. Ik weet dat Binnenlandse Zaken heeft, dacht ik, een keer tegen raad geprocedeerd. Maar dan hebben we het zelfs over de jaren 90, geloof ik. Is geschikt tijdens de procedure. En er is, daar ben ik destijds, geloof ik, zelf nog bij betrokken geweest. Ooit een procedure geweest van de gemeente Apeldoorn tegen Centric. Ook allemaal gepubliceerd, niks geheim aan. En dat ging ook over de verantwoordelijkheid die de opdrachtnemer had moeten nemen en niet had genomen. Dus andere ken ik niet. Dus er zijn eigenlijk geen andere gevallen. Dus misschien één geval waarin de overheid werkelijk geprocedeerd heeft. Ja. Hoe verhoudt zich dit tot het aantal adviezen dat u gegeven heeft om te procederen? Nou, ik denk dat de conclusie kan zijn dat. Kijk, even. Als maar ik, even hoeveel adviezen, ja, hoeveel adviezen als, heeft u in uw lange loopbaan gegeven om te procederen? Honderden, tientallen, moet ik een beroep gaan doen op mijn inmiddels ouder wordende geheugen. Ik denk, laten we over de afgelopen jaren pakken. Ik adviseer in de fase. Maar ik probeer met u mee te denken. Even met u mee te denken. Ik stel u een heel concrete vraag. Een beperkt aantal, misschien 3 tot 5. Maar dan adviseer ik doorgaans niet direct om te gaan procederen. Wat ik adviseer is, pak ze aan. En dat begint ermee dat er een aansprakelijkstelling de deur uitgaat. En dat we vervolgens ook met elkaar rond de tafel gaan zitten. En pas als we daar niet uitkomen, want ik ben wel van het motto blaffen is ook bijten. Als ze daar niet op een redelijke manier uitkomen, dan kan het nog zijn dat je met elkaar afspraken maakt over schadevergoedingen. Maar dat zijn geen schikkingen en dan helemaal geen bedragen die ik aan die opdrachtnemers ga betalen. Wat ik wel zie gebeuren. Als we daar niet uitkomen, dan zou je dus moeten gaan procederen. In de gevallen waarin ik die gesprekken voorstel en het aanpakken voorstel, zou wat mij betreft in het logisch verlengde liggen dat als we niet krijgen wat we willen, dat we inderdaad gaan procederen. Dat zijn er de afgelopen 3 jaar, misschien is dat 3 keer gebeurd, grote projecten. Ja, u heeft hier toch de indruk gegeven dat het u verbaasd heeft hoe weinig er geprocedeerd wordt. De daar indruk bent u mee, ongeveer mee begonnen. Nu zegt u zelf, ja, ik heb dat ook maar 3 keer geadviseerd. Dan is het helemaal niet meer waardig. Nou, dat is niet zo weinig. Wat van de projecten die ik zie, is dat een op jaarbasis een grote project hebben het over. Als ik iets verder ga, want ik probeer mijn geheugen wat op te diepen, dan zal het misschien 1 keer of 5 zijn geweest. Het zijn grote projecten geweest, waar het over substantiële bedragen ging. Vele miljoenen vaak. Waarin mijn advies was aanpakken. Dat advies niet werd gevolgd. Als u zegt dat precies. Is. Sorry? Even heel precies. Ja. In welke fase? In de fase dat u zei, we gaan in gebreken stellen en dus blaffen. Ja. En als we blaffen, moeten we eventueel ook bijten. Dus dat ook dat blaffen niet is doorgegaan. Dat die eerste fase niet is ingetreden. Ja. Klopt dat? En in enkel geval is er wel geprocedeerd en werd vervolgens ook geschikt. Oké, maar dus uw advies om eerst in gebreken te stellen en te gaan praten is niet gevolgd? Nee. Dat is in een aantal gevallen is dat niet gevolgd. Als je dan in gebreken stelt en je gaat antwoorden krijgen, krijg je daar dus een discussie met elkaar over en dan brak het af. Dan moet je ook doorhalen. Dan moet je de discussie keihard voeren. En daar heb ik helaas weinig voorbeelden van. Duidelijk, u heeft in ieder geval wel geadviseerd. Van mij nog heel even. Sporing, hoeveel adviezen heeft u gegeven om in gebreken te stellen? Om in gebreken te stellen? Ja. De afgelopen jaar dat 1 keer of 2 geweest zijn. Oh. Ja, grote projecten, meneer Van Meenen. Ja, veel geld. Nog een paar laatste vragen, Paul Urenbelt. Ja. Het gaat over de uitspraak van de rechtbank in Zutphen, maar op een andere manier.
Wij horen hier allerlei mensen voorbij komen die vinden dat ICT-projecten stapsgewijs gedaan moeten worden. Maar nu lezen wij in de uitspraak van de rechter dat dat in Zutphen, Hogeschool Zwolle, Hans Hogeschool, ja. Dat het daar ging om een stapsgewijs project. Is dat van invloed geweest op wat daar is gebeurd? Ik denk het niet. Ik denk dat veel meer van invloed is geweest. Een paar observaties, niet alleen van de Hans Hogeschool zelf, maar ook van de rechter. Namelijk dat de complexiteit van de opdracht is onderschat. Stevig is onderschat. Wat je in Zutphen zag en ook in veel andere projecten ziet, is dat men opent met: we hebben een standaardpakket en met wat maatwerk kan dat voldoen aan de vraag zoals u die heeft uitgezet. Dat is voor mij een heel bekend fenomeen bij aanbestedingen. En dat blijkt lang niet altijd ook daadwerkelijk te werken. We hebben grote projecten daarop zien mislukken in die zin dat er veel meer werk nodig was om het tot stand te brengen. Bovendien is Zutphen een van de projecten, daar is via de Scrum-methode gewerkt. Dat is een van die agile varianten. Ja, daar heb ik geen Nederlands equivalent voor, maar een nieuwe softwareontwikkelingsmethodiek waarvan Hans Hogeschool later zei dat hadden we beter niet kunnen doen. Dat zal ze zeker geadviseerd zijn door de opdrachtnemer. En tenslotte een ander fenomeen wat je in die uitspraak ziet is dat er aanvankelijk veel te weinig personeel wordt ingezet, hoewel men de deadlines kende. En vervolgens ook nog een keer bij herhaling van personeel wordt gewijzigd. Dat is ook onze ervaring. We denken de goede jongens te krijgen en als de uitvoering begint verschijnen plotseling wat klonen die nog nauwelijks ingewerkt zijn. Over even zoveel thema's die we met die Arbit hebben geprobeerd aan te pakken. Daarom vind ik het ook, want daar wil ik toch nog graag één opmerking over maken. Die algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten zijn ondanks geëvalueerd vorig jaar door Kees Stuurman, hoogleraar IT-recht Tilburg en partner bij Van Doornen, hebben daar tot ons blijdschap de kwalificatie van een evenwichtige, goede juridische set van voorwaarden gekregen en ook de duiding van een geschikte toolset voor IT-contracten. Ze worden in steeds meer in toenemende mate gebruikt. Ik denk dat dat heel goed is. Ze moeten altijd samen met een modelovereenkomst worden gebruikt. Dat gebeurt nog veel te weinig, signaleert ook Stuurman. Het is allemaal nu nog vrijblijvend. Ik denk dat een mineure stap als bijdrage ook zou kunnen zijn dat die sets gewoon imperatief worden opgelegd, dat die gaan worden toegepast en dat men niet zelf gaat modelleren, al was het maar omdat de kennis en ervaring daarbij veel opdrachtgevers voor ontbreekt. Nou, dank u zeer. Ik had nog één vraag liggen. In ons casusonderzoek is opvallend, het punt wat we in het begin even besproken hebben over het opdrachtgeverschap, dat de invloed van dat opdrachtgeverschap, dan hebben we het over de aanbestedingen en het contractmanagement, eigenlijk nauwelijks aan bod komt in evaluaties die op een geheel project terugkijken. Dus er wordt eigenlijk heel weinig aandacht besteed, als je nou eens terugkijkt, hoe is dat gelopen, aan dat element. Ja. Wat moeten wij daarmee in de richting van onze aanbevelingen naar uw mening? Ik denk dat een uitstekende best practice zou kunnen zijn dat we daar meer aandacht aan besteden. We doen het op justitie overigens vaak wel. In ieder geval vanuit de juridische hoek terugkijken, kijken hoe dingen gelopen zijn. En ik denk dat het een hele waardevolle bijdrage kan zijn als we met elkaar proberen te ontsluieren waar de grootste problemen bij IT-contracteren zitten. Dank u zeer. U heeft ook een hele waardevolle bijdrage geleverd. Ik dank u daarvoor namens de commissie. Ik schors de vergadering tot 13:30. Vader is geschorst.